De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, heeft vandaag een lezing georganiseerd. Ze heeft dat gedaan in het kader van de problemen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden bij de stichting. Minister Suwartu Mustaja van Arbeid, die een inleiding heeft gehouden, zei dat de regering niemand brodeloos wil maken. De regering heeft net genoeg geld om de salarissen uit te betalen, maar helaas weinig of niet voor activiteiten. De minister is daarom blij dat de SAO creatief inspeelt op de huidige financiële situatie en zelf probeert aan gelden te komen om zo haar activiteiten voort te zetten. Hoe komt het dat wij een gap hebben tussen wat we nodig hebben en wat we krijgen? Ik gaf al aan, macro-economisch, we zitten in zwaar weer. Dus ook aan ons wordt door de regering gevraagd, kijk wat je beter kan doen, wat je anders moet doen. En laat niet overkomen alsof je alleen maar klaagliederen zingt. Kijk wat je met het weinige toch kan doen om je doel te bereiken. De waarnemend directeur van SAO, Joyce Lapaar, gaf aan dat het instituut niet meer weg te denken is in de samenleving. Als voorbeeld haalt zij aan het feit dat grote bedrijven nog steeds een aanvraag indienen om trainingen te verzorgen voor hun personeel. Vervolgens doen de cursisten het niet slecht en helpen ze mee om de SAO staande te houden. Verder heeft de instelling grote plannen om zaken weer op te pakken, waar ze steken hebben laten vallen, zegt Lapaar. Er zijn zoveel spelers op de markt nu, maar die concurrentiepositie die moeten we gaan aanvechten. En we moeten ons inderdaad in dat opzicht sterk gaan maken dat wij die positie die we nu hebben niet gaan verliezen. We hebben in elk geval voldoende aanmeldingen als het gaat in de maand oktober, dus dat moeten wij blijven behouden. Maar wat je ook ziet de laatste tijd is dat het grote vertrouwen dat er wederom is gesteld in de SAO, waarbij grote bedrijven zich aanmelden om trainingen voor ze te laten verzorgen, voor hun werknemers. Ik denk aan SWM, ik denk aan in het district Nikeri doen bijna alle parastatale bedrijven mee aan onze trainingen. Telesuur, Staatsolie, EBS zijn bedrijven die altijd aan onze trainingen meedoen. Joyce Lapaar, waarnemend directeur SAO. De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling heeft vandaag in het Jan Starke Opleidingscentrum een lezing gehouden over de problemen die zij het afgelopen jaar heeft ondervonden.